Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik was eigenlijk niet van plan om een boodschap vandaag op te nemen, maar omdat ik merk dat er weer heel veel dingen gaande zijn in de collectieve energieën, dacht ik dat het wel interessant was om daar toch eventjes iets over te delen. Omdat dan vaak ook lijkt dat heel veel mensen ook op zoek zijn naar de reden waarom dat ze zich zo voelen. Nu, je weet het of je weet het niet, maar morgen. Als ik het goed voor heb, wacht even checken. Ja, morgen om 12:55 in de namiddag, om wel correct te zijn, is er eigenlijk de donkere maan. En de donkere maan is deze keer in het teken van vissen. Nu, als je gewoon denkt, puur enkel en alleen de donkere maan-energie bekijkt, dan is dat eigenlijk de energie die naar binnen gaat. De energie die ons ondersteunt om die verbinding met ons diepste zelf te maken. Dat is ook de periode waarin dat vrouwen vaak ook gaan menstrueren. Of is eigenlijk ook gelijk aan die periode in de menstruatie. Als dat niet zo is, dan moet je je zeker geen zorgen maken. Want het heeft ook een betekenis afhankelijk van wanneer je menstrueert ten opzichte van de maanenergie. Maar daar gaat deze video nu eigenlijk niet over. Maar als je daar iets wel meer mee over weten, zet het gerust in de comments en dan maak ik daar wel eens een andere video over. Maar dus nu zitten we in de energie om naar binnen te gaan door die donkere maan. We zitten ook in het begin van de herfst. Dus opnieuw naar binnen gaan. Opnieuw gaan aankijken waar dat er nog schaduwen zijn. Waar dat we nog niet volledig in balans zijn. Waar dat we eigenlijk onszelf nog iets wijs maken. Het teken vissen. Vissen zijn emoties. Emoties is water. Water is dus verbonden met al dat naar binnen gaan. Het is ook nu momenteel heel hard aan het regenen. Dus echt alles in het universum zorgt ervoor dat we vandaag hier in België, of toch tenminste waar ik nu woon, dat we eigenlijk heel gemakkelijk kunnen verbinding maken met die diepste emoties. Ik merk het aan mezelf, ik merk het aan mijn familie, ik merk het aan mijn kinderen, ik merk het aan klanten. Heel veel mensen lopen tegen hetzelfde aan. Ze zijn heel emotioneel, ze kunnen er eigenlijk niet gemakkelijk uit geraken. Ze zijn eigenlijk het gevoel een beetje in vast te zitten. Die kunnen eigenlijk letterlijk van weglopen. En dat is net ook weer het punt ervan allemaal, van alles eigenlijk. Dat we net ons diepste emoties gaan aankijken. Dat we net die schaduwen gaan aankijken. Dat we net eerlijk met onszelf aan de tafel gaan zitten en zeggen van oké, wat is nu dat jou zo verdrietig maakt? Welke gedachten zitten daarachter? Welke trauma's komen er naar boven? Waar voelde jij jou onrecht aangedaan? Waar voel jij nog min of meer een stuk slachtoffer? Want slachtoffer hoeft niet altijd over heel erge dingen te gaan. In de zin van een ongeval of dingen op fysiek vlak of misbruik of wat dan ook. Nee. Slachtoffer is eigenlijk van het moment wanneer je voelt dat er jou iets overkomen is waar je zelf geen controle over hebt. Maar ook daar is weer een illusie. En ook daar zijn er natuurlijk ook weer lessen aan gekoppeld. Dus als jij jou echt beu voelt en echt het gevoel hebt dat je er niet in 1, 2, 3 uit geraakt. Of als je al gewoon bent om met de vlammen te werken. En je kan die emoties waar je nu tegenaan loopt niet onmiddellijk transformeren. Ga dan echt eventjes met jezelf naar binnen. Neem de tijd om, ik zou zeggen, te mediteren. Maar als je een opgenomen meditatie neemt, dan wordt je eigenlijk ook weer gestuurd. Dus het is echt belangrijk dat je bijvoorbeeld een instrumentale muziek gewoon bijvoorbeeld opzet als je dat nodig hebt, om tot rust te komen. En je kan het vergelijken met de momenten waarop je in je bed gaat gaan liggen om te gaan slapen. Die minuten tussen dat je eigenlijk al slaapt en toch nog het weten dat er van alles doorheen gaat. Dat is eigenlijk de bewustzijnsstaat dat je nodig hebt om tot diepe meditatie ook te komen. En het is niet zo wanneer je mediteert dat je geen gedachten meer mag hebben, integendeel. Maar je geeft er geen belang aan, je hecht er geen waarde aan. Je merkt ze op en je laat ze eigenlijk gewoon weer aan je voorbij gaan. En dan, wanneer je in die rust zit met jezelf, wees dan ook eerlijk tegen jezelf. Waar heb je eigenlijk nog je waarheid niet gesproken? En zeker
Nu in deze periode gaat het ook over relaties. Dus in elke relatie, en dan heb ik het niet alleen over een romantische relatie, maar echt elke relatie. Dus dat kan even zijn in de relatie met je ex, relatie met ouders, relatie met vrienden, relatie met kinderen, relatie met collega's, met buren, wat dan ook. Waar heb je je waarheid niet gesproken? Waar heb je gezwegen voor de lieve vrede? Waar heb je toegegeven en ben je over grenzen gegaan in de naam van liefde of in de naam van wat dan ook? Waar heb je niet voor jezelf gekozen en waar heb je jezelf eigenlijk onrecht aangedaan? Of heb je toestemming gegeven aan de ander? Dat is eigenlijk een beetje misbruik van jou gemaakt hebben. Omdat jij iets zus of zo verwachtte. En geloof me, dat zijn ook allemaal zaken waar ik ook nog steeds op een dieper niveau mee aan de slag mag gaan. Zeker als het gaat over zaken in mijn tweelingvlamconnectie. Omdat iets wat mij gisteren ook duidelijk werd, dat waar dat hij in staat is om mij heel diep te kwetsen, en dat bedoel ik niet negatief, maar gewoon vanuit het standpunt van dat ik eigenlijk ten opzichte van hem me heel kwetsbaar voel, was er iets dat ik voordien enkel alleen maar voelde eigenlijk ten aanzien van mijn kinderen. Ik herinner me nog toen mijn zoon geboren was, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik me in mijn ganse leven me echt heel kwetsbaar voelde. Omdat mensen mij eigenlijk heel diep konden raken via iets, via mijn kinderen eigenlijk. En dat is ook hetgeen wat ik nu voel met mijn tweelingvlam. En dat kwam eigenlijk ook, hierdoor kwam ik ook tot inzicht dat, dat soms lijken we en denken we dat we open zijn en dat we eigenlijk onszelf volledig tonen in een. In een relatie, maar dat we eigenlijk toch nog een bepaald stuk voor onszelf houden en ons nog niet volledig helemaal open tonen. En dat is het verschil met diepe soulmate-connecties en tweelingvlam-connecties, is dat ook al zeg je die dingen niet, of ook al toon je die dingen niet, de ander voelt het en merkt het wel. En dus spiegelt en reageren die ook daarop, op de ongesproken en de onbewuste dingen en de dingen die je eigenlijk gewoon liever aan de kant zou willen doen. En ook dat zijn thema's die ook nu weer naar aanleiding van die donkere maan naar boven komen. Dus de maanenergie ja, is sowieso nu al voelbaar, is eigenlijk al een paar dagen voelbaar en gaat eigenlijk nog ongeveer tot 24 uur, laten we zeggen tot vrijdagavond, eigenlijk nog wat doorgaan. Dus als je je emotioneel voelt, als je voelt dat je tegen dingen aanloopt, alsjeblieft, ga ermee aan de slag. Lukt het niet alleen, dan schakel hulp bij van mensen waar je vertrouwt, waar je voelt dat je echt kan delen waar je tegenaan loopt. Want dat is nu ook belangrijk, dat je met echt die dingen, die schaduwen, die obstakels, die pijnen, die trauma's aan de slag gaat, zodanig dat die pijnen niet langer jouw last is, maar jouw kracht. En dat is hetgeen wat we ook doen in het groepstraject Zelfrealisatie vanuit het hart gedragen bewustzijn. Ik weet het, ik ben hier nog een keer, maar ik zou niet graag willen dat je volgende week dan zegt van oh, ik had graag meegedaan, of ik had graag mee aan de slag gegaan, of meer geleerd over de vlammen en hoe ik die kan gebruiken om mijn leven positief te veranderen. Nu, als je daar meer over wilt weten, maar ik ga je dat niet langer bezighouden. Als je daar meer wilt over weten, klik op de link hieronder in de box. Dan ga je naar de websitepagina, naar mijn website, waar je eigenlijk ook al andere cursussen en diensten kan terugvinden. En heb je een vraag die je niet terugvindt in de blogs, of hier in de blogs, of waar dan ook, dan mag je mij altijd een mail sturen en dan kijk ik wat ik voor jou kan betekenen. Zo, ik wens je alvast een fijne dag. Ik hoop dat we er allemaal samen heel snel weer doorheen mogen gaan, zodat we allemaal weer ons gelukkig en blij voelen en mogen genieten van de prachtige dingen die het leven eigenlijk te bieden heeft. Zo, dat was het voor nu en dan zie ik jou in de volgende. Dag!